De Weer Venloop wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Arena. Dag 3 van de Venloop, de vrijdag. En dan kunnen de startbewijzen afgehaald worden hier achter in het paviljoen. We gaan straks kijken hoe dat gaat, of de mensen er klaar voor zijn. Maar eerst gaan we terug naar gisteravond, de tweede editie van de Student Run. Ja, weet je wel, hè? Moet wel gebeuren voordat je gaat redden, toch? Waarom doe je mee? Ja, studentenrun, dan moeten we toch ook promoten, of niet? Een beetje fun, een beetje lichtjes, een beetje alles, een beetje muziekje erbij. Moet helemaal goed komen, toch? Oh, I guess it's nice to run with the people. So, I decided to come, because the event is for students and I'm a student here. So, I decided to come. Het draait niet alleen om het rennen, maar het is ook gewoon een ervaring, denk ik dan. Het is gewoon leuk om mee te doen. Goed. Ja? Ervaren lopen? Ja, eigenlijk wel. Dit doe je echt voor de fun? Ja, natuurlijk. We gaan de 10 rennen zondag. Ik probeer toch wel om door de 5 minuten te komen. Wat is het leukste? Het rennen of gewoon de hele sfeer? Alles. De sfeer is superleuk, dus ja, gaat dan lekker. Ja, to do something for the students in a small city like Venlo is very cool. Yeah, that's all. You like it? Yeah. You like the running or you like the party? I think more to party, but I'm still running for the moment. Hey, you party later on. Exactly. That's what it's for. Have a nice time. Vanaf 12 uur zijn de startbewijzen af te halen hier in het paviljoen in het Juliana Park. En we gaan eens kijken of de mensen er klaar voor zijn. Mevrouw, hoi. U gaat wandelen morgen? Nee, ik ga zelf niet wandelen. Ik kom ze voor mijn vriendin ophalen. Heeft de vriendin goed geregeld? Ja, toch? En waarom wandelt u zelf niet mee? Ik heb morgen de kinderen, dus ik kan morgen niet. Op zondag wordt er gerend, is dat iets? Nee, misschien volgend jaar. Misschien volgend jaar. Laten we dat afspreken. Ja? Oké. Okay. Op camera het bewijs. Is goed. Ja? Gaan we doen. Tot volgend jaar. Ik ga te rennen. Ik ga zelf de halve marathon proberen te rennen. En nog onze tweeling die gaat de Bambino loop voor 5 jaar doen. Dus, proberen te rennen, dat klinkt een beetje twijfelachtig. Nou ja, we gaan ervoor. Maar het is al een aantal jaar gelukt. Ik heb wat minder kunnen trainen dit jaar. Dus vandaar. Dat is wel een beetje ervaring, maar dit jaar is de voorbereiding iets minder. Ja, klopt helemaal. Klopt helemaal. Maar we gaan het toch doen. Het weer wordt goed, heb ik me laten vertellen. Dus nee, ik heb er zin in. Ik heb niet kunnen trainen zoals ik wil. Want al een langdurige blessure. Dus ik ga het wel proberen, maar kijk eerst hoe het met wandelen is gegaan. En als het dan niet, zondag niet gaat, dan gaat het niet. Dan gaan we zondag de 10 kilometer maar niet. Wat is er nou zo leuk aan die 10 kilometer? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee, ik vind iedere keer dat ik denk van waarom doe ik dit? Ja. Misschien een uitdaging, ja. Een beetje voor de sfeer? Ook, ja. 14e keer wordt dit? Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk de 10e of zo. 1 keer halve marathon, verder altijd de 10e. Ja. Wat was het leukste jaar? Oh, ik denk de eerste keer. De eerste keer als je op het einde over de parade loopt. Tussen de mensen en het lawaai. Dat is wel heel apart om mee te maken. Ja. En loopt je nou voor de sfeer of even om lekker flink door te stappen? Nee, ik loop voor de sfeer. Dus in veld even gezellig op het terrasje. En dan weer terug naar Venlo toe. Leuk, gezellig en vooral het is goed voor ons lichaam en bewegen. En
betekent ook gewoon dat je van tevoren nog wat oefenwandelingetje gaat doen. En hopelijk gewoon het hele jaar door wel in beweging blijft. Hè. En dat is goed gelukt de afgelopen jaar? Dat is redelijk gelukt, ja. Dat klopt. De winnaar is al bekend, zie ik. Je hebt gewonnen, gefeliciteerd. Dankjewel. Nou. Oh, voorzichtig, hè, voorzichtig. Wordt het zacht. Dus, maar zeg, ben je aan het oefenen voor op het podium te staan zondag? Ga je mee rennen? Ja. Ja, wat ga je rennen? 500 meter, denk ik. Ja. Ja. En heb je ook getraind? Ja. Ja, wat heb je allemaal gedaan? Trucjes gedaan. Als iemand voor je zit, dan kun je niet inhalen. Nog de groeten doen aan iemand, even zwaaien. Daar zijn ze. Zeg maar, dag opa en oma. De Venloop staat natuurlijk ook bekend om zijn sfeer. Vele vrijwilligers zetten zich in om tijdens alle activiteiten sfeer te creëren. Ze krijgen daarbij bijvoorbeeld hulp van bewoners langs het parcours die zich als sfeerpunt aanmelden bij de organisatie. De Venloop helpt dan bij een stukje aankleding. Zo worden er dit jaar ruim 41.000 ballonnen geleverd aan deze sfeerpunten. Wat we ook dit jaar weer doen is, er wordt een sfeerprijs uitgereikt voor de zaterdag en de zondag. Dat is een sfeerprijs van een tegoedbon van €500 voor een barbecue. En tevens doen we ook een aanmoedigingsprijs voor sfeerpunten die ja, eigenlijk net beginnen of nog in opkomst zijn. Om die extra te stimuleren om volgend jaar weer groter uit te pakken. En ja, is er nog iets nieuws dit jaar om de sfeer te verhogen? Jazeker. Akarton heeft roeptoeters geleverd. En ja, dat zijn kartonnen ja, toeters die je zelf kunt vouwen. Waardoor je ja, extra volume krijgt om de lopers aan te moedigen. En er zijn er 6000 van gemaakt. En die zijn voor een deel al rondgebracht. En die worden ook komend weekend nog uitgedeeld aan de toeschouwers. Ja, de Rosteltocht die bestaat al een aantal jaar. Maar ja, dit jaar is het aantal deelnemers ook daar weer flink gegroeid. En zullen we ja, vanaf de start, dus bij BMW de Veelgaan in Velden, zullen we dat ook wat extra aanpakken. Daar komt ook een DJ-set te staan, een microfoon, een podium en een ballonnenboog. Wat staat er allemaal nog meer? Van zo'n skydancers om het extra leuk te maken om die start inderdaad ook wat meer aandacht te geven. Ja. Zijn jullie nou ieder jaar bezig om het ja, nog gekker, groter te maken? Ja, we proberen inderdaad toch wel ieder jaar weer wat extra's toe te voegen om weer een beetje te vernieuwen. En ook bij de start en finish om wat extra's te doen. En ja, zoals je misschien op de achtergrond kunt horen, staat er nu ook een draaiorgel te spelen. Want omdat dit jaar weer het Nederlands kampioenschap voor de halve marathon wordt georganiseerd, is het thema eigenlijk van de sfeer Holland. Dus we vragen ook aan onze sfeerpunten om daar wat extra's mee te doen. En ja, een onderdeel daarvan is onder andere ook het draaiorgel wat Hollandse muziek speelt. En ook in deze laatste uitzending hebben Ronnie en Geert weer een opdracht voor mij. Ja, kom maar, opdracht nummer 3. Wat mogen we vandaag gaan doen? Of wat mag ik vandaag gaan doen? Opdracht 3. Stel voor de 14e Venloop-editie binnen 8 minuten een roeptoeterorkest van 14 personen samen. En laat ze een door jou gekozen liedje roeptoeteren. Dit zijn ze dus, de roeptoeters van de Venloop. We hebben ze even snel gevouwen met hulp van Germain. Zeker. Ja, we hebben er 14. Die gaan we nu uitdelen aan de mensen. Maar ik ga muziek regelen, want we hebben natuurlijk hier thema Holland. We hebben een orgel hier staan. Ja, echt orgel. Ja, absoluut. Ik moet 14 mensen die mee gaan toeteren met een liedje. Ik denk, we zetten gewoon een liedje op het orgel. Ja, heb je iets leuks? Nou ja, wat iedereen kent, het Wilhelmus. Ik heb daar een orgelboek van. Dus wat toevallig. Ze ontkennen dat ze die tekst niet weten. Komt helemaal goed. Daar komen de eerste mensen aan. Kun je hem opzetten? Ja, ik ga hem gelijk opzetten. Dag mevrouw. Nee, u wilt niet mee? Nee, dag. Wilt u even meetoeteren met mij? Nee. Toch niet? Vandaag niet? Nee, morgen? Dan kun je door toeteren. Probeer hem eens. Toet! Helemaal goed. Als je nou zo naar buiten komt, naar dat draaiorgel, dan toeter je even mee. Is dat goed? Zie ik je zo buiten? Ja? Hallo, stop. Kunnen jullie goed toeteren? Kan jij goed toeteren? Probeer het eens. Toeter. Roep wat.
Dat is een toeter. 1, 2. En ga maar toeteren. Toet, toet. Heel mooi. Wil je mij helpen? Ik zoek mensen die gaan toeteren met de muziek van het draaiorgel. Die staat buiten. Er staan nog meer kinderen. Als je daar gaat staan, dan kom ik zo daar naartoe. Mag je mee toeteren? Ja? Mevrouw, meneer. Ja. Kijk eens, een toeter. Ja, dat is mooi. Wilt u die hebben? Ja, zeker. U ook één? Ik wil zelf toeteren. Ik zoek mensen die met mij even het Wilhelmus mee toeteren buiten bij het draaiorgel. Nou, dat kan mij doen. Lukt het hier? Oh, gaan jullie mee toeteren? Ja, wij doen maar mee. Je weet hoe dat moet, hè? Laat eens horen. Hoi, 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 hoi. We doen het Wilhelmus. Klinkt iets anders. Oh, dat wist ik niet. Dat is goed. U gaat naar buiten? Oh, ja? Nee, weet ik niet. Ja? Als ik u zo'n toeter meegeef, dan mag u buiten even mee toeteren met het orgel. Dan helpt u mij. Oké. Okay, yes, het Wilhelmus wil die horen. Wilhelmus, ja. Dus in de tekst of een toeter? Maar dan buiten. Buiten bij het orgel. Ik kom eraan. Een prachtige toeter. Ja. Ik zou zeggen, zet hem aan de mond. Ja, en dan? Gaan we buiten toeteren. 14 ja? man. Ik ben nummer 14. Ik ben nummer 14. Hoe is het met de tijd? Gaat hij goed? Geweldig. Dank u wel, dank u wel. De Venloop kan uiteraard niet zonder water. Volgens WML, Waterleidingmaatschappij Limburg, gebruiken de deelnemers dit jaar zo'n 50.000 bekertjes water, oftewel 10.000 liter. Venloop is een van de evenementen die wij ondersteunen met water, met Limburgs water. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden we het belangrijk om iets terug te doen voor Limburg. We vinden het belangrijk om het drinken van water te promoten, omdat dat gewoon hartstikke gezond is, duurzaam is, een goede dorstlesser. En daarom sponsoren we 7 evenementen in Limburg. Een aantal sportevenementen zoals Venloop, Limburgs mooiste. Maar ook culturele evenementen zoals Pinkpop, Funpop, Cultura Nova. Ook Venlo Stormt. En op al die evenementen verzorgen wij het drinkwater. Dus wij nemen eigenlijk de drinkwatervoorziening uit handen van de organisatie. Een lekker glaasje Limburgs drinkwater, maar is dat nou anders dan het water uit Groningen of Noord-Holland? Het is niet anders. Het heeft misschien een iets andere smaak. De smaak is natuurlijk heel persoonlijk. Er wordt wel gezegd dat het Limburgs water redelijk lekker is, omdat het vooral in Zuid-Limburg, omdat het daar wat harder is, daar zit iets meer kalk in, dat we daar een hele kalkrijke bodem hebben. Maar ja, heel persoonlijk. Gisteren deed ik weer een oproep om je leukste of mooiste Venloopfoto met ons te delen. Deze hebben we vandaag uitgekozen. We zien Anouk Schreurs samen met haar zoontje. Ik heb toen de 20 kilometer ongetraind gewandeld samen met mijn zoontje. Hij was toen pas 9 weken oud, schrijft ze erbij. Eerst rennen ze zelf en dan moedigen ze papa aan en de rest van alle halve marathonlopers. En dat gaat er professioneel aan toe, schrijft Marleen Maaskant bij deze foto. En de winnaar van vandaag is deze bijzondere foto, zeker voor de inzender Marjolein van den Berg. Ze schrijft erbij, vorig jaar na 40 kilometer wandelen, een hoofdstuk heel mooi afgesloten. Nico Meerts, die vorig jaar bij deze wandeling een start maakte aan zijn nieuwe leven, ofwel 60 kilo lichter, vond het einde van een 40 kilometer Venloopwandeling op de parade de juiste plek om mij na 10 jaar ten huwelijk te vragen. En over 6 weken gaat het dan gebeuren, schrijft Marjolein erbij. Dan gaan ze trouwen. Het eerste cadeau is van ons en van de Venloop. Een startbewijs voor de Venloop van volgend jaar. De avonduitzendingen over de Venloop zitten erop. Maar we zijn er morgen natuurlijk en zondag live bij wandeltochten en hardloopwedstrijden. Onderweg en aan de finish. Kijken dus. Wij zijn er volgend jaar weer. Tot dan.
De Weer Venloop wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Arena.